Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is momenteel wisselend bewolkt boven Nederland en vooral in de zuidelijke helft van het land valt vanmiddag een enkele bui. In de ochtend is het in het noorden veelal droog, en schijnt af en toe de zon bij temperaturen rond 11 graden. In het zuiden is het net iets minder koud met temperaturen van 12 of 13 graden. Daarbij waait een matige noordwestenwind. Vanmiddag is het 14 tot 16 graden en vooral in de zuidelijke af van het land nog steeds een enkele bui. De wind neemt iets in kracht af, is meest matig van kracht, windkracht 3 tot 4 en vanavond verdwijnen dan uiteindelijk de buien. Eerst zijn er brede opklaringen, vooral in het noordoosten van het land daalt de temperatuur flink met vannacht een minima van zo'n 5 graden. Maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe en ook morgen hebben we dan te maken met wolken. Schijnt slechts af en toe de zon en valt er verspreid in enkele bui bij 14 tot 16 graden. In de komende dagen blijft het wisselvallig. Met vooral op dinsdag vrij veel bewolking. Met temperaturen van 14 tot 16 graden en een aantrekkende westenwind. Woensdag zien we de zon weer iets vaker. Net als de donderdag. Maar helemaal droog wordt het niet. Maar de temperatuur die gaat wel iets omhoog. Met waarde van 16 of 17 graden. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.